Nou, dat gekke huis Maarten, dat zeg jij nu, maar dat is het echt hoor. Het is echt, ik word er helemaal opgewonden van. Ik zal het even, de tv-kijker zal ik het laten zien, voor de radioluisteraar zal ik het beschrijven. Ik heb nu op dit moment een kabel vast met 2, 4, 6, 8 kabels zijn dit. Dat wordt nu allemaal uitgerold, dat wordt allemaal klaargelegd. Hier achter mij rolt een dikke kabel uit, allemaal om, om het maar in beeld te brengen natuurlijk. Want het is een flink spektakel. Het is denk ik de allergrootste televisieshow sowieso die we maken bij Omroep Brabant. Ik denk dat het de grootste show is van het zuiden. En er komt technisch aardig wat bij kijken. Alle cameramensen, alle verloven zijn ingetrokken bij Omroep Brabant. De Leon Hagendoorn van de wandeling en alle cameramensen van Omroep Brabant, die heb ik hier al gezien, zijn actief. Maar ze zijn niet alleen, want ze krijgen support van de technische ploeg van United uit Hilversum. Dat is hier allemaal in de opbouw. Dan loop ik hier nu even achter een speciale feesttent die hier bij het Poelman Hotel is ingericht. Loop ik daardoor naar binnen en dan krijg je denk ik al een heel eind. Kijk, daar staat hij. Zie je hem daar op de achtergrond? Ja, daar staat hij hoor. Leon van der Wandeling staat ook achter de camera vandaag met alle cameramensen van Omroep Brabant. En dan zie je hier nu achter de schermen, en voor de radioluisteraars zal ik dat maar even omschrijven, het beroemde podium van Drie Uurtjes Vooraf. Nu staat het nog op testbeeld. Maar je ziet al, de ballonnen die zijn er al. Die kleuren het allemaal al mooi in. Het podium staat er al klaar voor. Hier heb je van die monitorboxen is dat dan. Hè? Dan kunnen de artiesten kunnen goed horen, de orkestband. Zodat ze goed en duidelijk kunnen zingen. En dan hier achter mij is de hele technische ploeg. Tientallen mensen zijn hier nu nog. Ja, je denkt, wat zijn die allemaal aan het doen? Zijn die koffie aan het drinken? Maar die moeten natuurlijk even de inwendige mens verzorgen. Om daarna keihard aan het werk te kunnen gaan. Ik moet even... Arthur... Kun jij heel even met jouw papieren mijn kant op komen? Dit, dames en heren, goedemorgen. Dit, ja. Dames en heren, is Arthur Mares. En als we jou niet hadden, dan hadden we dit niet kunnen doen. Want jij bent de grote productionele kracht die dit allemaal... Ik mag dit doen. Samen met 85 andere mensen is de hele crew compleet. Nou, nu nog niet. Het loopt nu allemaal binnen, maar... En ik mag dan de spinnende web zijn. Nou, ben je tv-producent, ons prachtige programma Op een Dag bijvoorbeeld. Ja, God, het waren nog eens tijden. Toch? Nou, inderdaad. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dit een van jouw grootste producties is. Ja, dit is wel. En dit is mijn grootste productie, jaarlijks. Maar ook wel echt de leukste productie. Ja, ik vind dit zo gaaf om te doen. Waarom is het zo gaaf voor jou? Ja, dat is lastig, want ik heb eigenlijk vaak van, wat is nou het succes van Drie Uurtjes Vooraf? Daar is een soort chemie, het is het begin van carnaval, iedereen staat... Nou ja, ik hoorde gisteren iemand op zeggen, want ik sta altijd op springen op vrijdag. Ik zag het al helemaal fysiek voor me. Maar dan denk je, ja, die zaal die wil, die leeft naar carnaval toe. En dan om 3:00 PM, nou ja, dan gaan we dat aftelmoment doen. Ja, en dan zit er zoveel energie in die zaal en in de artiesten en in de hele crew. Ja, het is gewoon geweldig. Het is een fantastisch feest. Dat gaan mensen allemaal weer zien zo meteen om 3:00. Dan even moeten we ons ook ergens zorgen om maken, Arthur. Of loopt alles eigenlijk gewoon weer op rolletjes? Is het weer, als je hier bij elkaar komt, is het dan wel als vanouds en iedereen neemt zijn vertrouwde rol weer in? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat is het wel. Maar ik zeg wel altijd, routine is onze grootste vijand. En die mag er nooit inkomen. Dus je probeert altijd anders te doen. We hebben dit jaar een heel ander decor. Misschien opgevallen, vorig jaar hadden we alle ronden en bogen en zo. Dus we hebben nu andere schermen. Het is wat hoekig. Geworden. Ja, het is wat hoekiger. Maar ja, goed, daarmee moet alle content ook worden aangepast. Dus alles wat op die schermen zien, moet ook aangepast worden. Dus zo probeer je iedere keer... Het voor jezelf een beetje fris te houden. Ja, juist. En een beetje scherp te houden en leuk te houden en voor de kijker afwisseling te houden. En ja, je kijkt iedere keer kritisch naar die line-up. Je kijkt iedere keer kritisch naar de nummers die je doet. Hoe bouw je de spanning op? Hoe ga je een eerste uur in? Hoe ga je een laatste uur uit? Ja, dat is... Je blijft wel echt gespannen, hoor. Ik vind het altijd heel spannend. Ja, ik kan me toch wel voorstellen dat je zegt, we proberen iedere keer een beetje andere accenten te leggen. Het fundament, hè? Het fundament is gewoon top. Weet je, het fundament klopt. Dat Fijn Visje niet, dat Gevoelens Co. openen met Fijn Visje niet. Ja, nee, daarom. Dat we aftellen van 11 naar 0. Ja. Nou goed, en dat iedereen dan kippenvel heeft. Ja, nee, absoluut. Wat het mooie is, carnaval is ook een feest... We worden helemaal opgewonden! Dat is even niks, zeg! Interviewer die me constant in de reden valt. Luister, carnaval is ook een feest van traditie. Dus je moet ook niet te veel willen wijzen. Want dan zeg je, maar het is traditie dat we gaan aftellen van 11 naar 1 en dan beginnen met de Gebroeders Co. Ja, dat hoort er een beetje bij. Dat, weet je, soms moet je dingen veranderen, maar soms moet je ook zeggen, carnaval niet te veel veranderen. Dan willen we gewoon lekker zo houden met elkaar. Dankjewel, Arthur. Fijn dat ik even mocht spreken. Geniet van je bakkie. Ja, dankjewel. Jij succes ook de komende dagen. Zullen we vast even zeggen? 3, 2, 1. Fijn feestje niet!